Het is mijn hobby, mijn werk, het is alles voor me. Sterker nog, ik was laatst op vakantie en dan ben ik 2 weken weg. En dan, ja, dan tintelt het gewoon, dan wil ik gewoon weer terug naar de sportschool. Dan moet ik gewoon bezig zijn. Een gezonde verslaving, laat ik het zo noemen, ja. Hij slaat je KO, wey yo. Hij is snel en heeft methodes, uppercut en het is game over. Elke keer een meedogenlozer, hij is nu groot, maar hij wordt nog groter. Ilias Boleit neemt het over, van Marokko, hij geeft je loods, CC en loods van Ilias. Hij slaat je KO, wey yo. Hij is snel en heeft methodes, uppercut en het is game over. Elke keer een meedogenlozer, hij is nu groot, maar hij wordt nog groter. Ilias Boleit neemt het over, van Marokko, hij geeft je loods, CC en loods van Ilias. Ik begon echt als kleine jongen, mijn vader trok me aan mijn oren naar de sportschool. Van nee, jij moet wat respect en discipline bijgebracht worden. Dus ik kwam daar binnen en mijn vader had echt verwacht dat ik een pak slaag zou krijgen. En dat ik met mijn staart tussen mijn benen naar huis zou komen. Maar dat ging een hele andere kant uit. Eind 16, dus begin 17 was ik echt een professioneel kickbokser. Als jongste in Nederland. En ja, toen had ik echt zoiets bij mezelf van nee, ik ga hier gewoon 100% voor. Destijds zat ik op het stedelijk gymnasium in Den Bosch. Ik kreeg zoveel extra aandacht ook van die docenten, omdat ik was vaak in het buitenland, dus miste ik lessen. Of dan kwam ik moe op school aan en dan lag ik half te slapen in de les. Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en heb ik mijn diploma gehaald. Ik kom uit Den Bosch. Nou, het verschil daartussen is echt enorm. Behalve dat hier echt ook een aantal toptrainers zitten, ja, vind ik Rotterdam ook gewoon een hele leuke stad. En mijn vrouw zit hier op de Erasmus Universiteit, dus ja, vandaar was de keuze al snel gemaakt. Hey, 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 go, kom! Kom, 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 wat? Goed, Sam. In Nederland ben ik echt heel weinig actief. Maar het is echt vooral China en Japan inderdaad waar ik echt actief ben. Het geeft mij gewoon een kick dat mensen het gewoon helemaal gaaf en tof vinden. En dat ze naar je toe komen rennen, vooral daar in Japan en China en het buitenland. Ja, dat is echt niet normaal, dat is ongekend. Mensen die komen daar naar je toe gerend, die willen handtekeningen, die krijsen, schreeuwen je naam. Ja, dat zijn leuke dingen. Hey, 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 hop. Juist, links gewoon, go! Hop! Juist, goed, Sam. Hop, hop! Nee, waar is Toad erbij? Hop! Hop! Hey, goed zo! Hop! Hey, goed, Sam, goed zo! Hop! Hey, en nu ga door, go! Hey, 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 hey! Kom op, kom op, kom op, kom op! Heel goed! Ik vecht 1 oktober vecht ik in China en toevallig gaan ze daar de Guinness Book of Records in met een live publiek van 60.000 man. Dus dat is, ja, dat gaat weer een hele nieuwe, ja, een nieuwe soort kick gaat het me geven. Juist, 1 trap up. En die laatste 5 seconden, alles geven, go! Hey, 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 hop, hop. Heel goed.